Onze hoofdsponsors Soudal en GMI Groep samen met onze campaan zijn bijzonder fier u te presenteren. De wedstrijd Koninklijke Voetbalclub Westerlo, Koninklijke Vereniging, Voetbalvereniging Kortrijk. Dat we thuis meteen moesten gaan proberen voor dat vroeg doelpunt te gaan en terug al de mensen achter ons te krijgen. En dat lukt. En vanaf toen stond de organisatie goed. En oké, dan weer in zo'n wedstrijd kan het op en neer gaan. Dus op dat gebied was het wel een spannende wedstrijd. Ja, ik denk dat we goed begonnen en voor mezelf ook, die vroege voorsprong. Maar het is jammer dat we dat niet tot het einde hebben kunnen volgen. Nou, die mooie voorsprong werd toch 60 minuten lang volgehouden. Dan begint het toch al een beetje te hopen op die overwinning, neem ik aan. Ja, ik denk dat we de match een ander hadden. We zijn nauwelijks gevaarlijk geweest, misschien een paar keer op zelfs in de fase, maar niet echt grote kansen weggegeven. En dan is het jammer op zo'n manier eigenlijk die tegel te krijgen. Ieder doelpunt wat je tegenkrijgt is jammerlijk en kun je wel altijd iets over zeggen. Maar ik denk, oké, buiten die fase hebben we niks weggegeven. Ik denk dat we daar nu ons aan moeten optrekken en dat we daar verder op moeten bouwen naar de volgende weken toe. Het voetbal dat we vandaag zagen was ook eigenlijk een goede basis voor de volgende weken toe. Ja, natuurlijk. Maar dat was in het begin ook gezegd. Eerst moeten we beginnen met 100% mentaliteit en inzet. En vanaf dan kunnen we verder kijken naar voetbalgebied. En de inzet en mentaliteit was er vandaag met Vlagen ook de voetbal. Het is jammer dat we het resultaat nog niet over de streep kunnen trekken. We staan 70 minuten eigenlijk goed. Dan maken we een fout, een cruciale fout. Dan komen we een beetje onder druk. En dan zie je dat we wel in die periode zitten waar alles een beetje tegen zit. Maar aan ons spel te zien, denk ik wel van dat we eruit komen, stilletjes aan, als groep. En we blijven werken samen. En dan zie je dat het resultaat wel zal komen. Je merkt ook wel vandaag dat de supporters weer meer achter dit Westerlo staan. Hè? Ja, inderdaad. De supporters waren top vandaag. Ik denk dat we dat ook nodig hebben als ploeg. Dat iedereen achter ons staat. En dan zie je ook dat we goede dingen kunnen doen. Ik ben redelijk tevreden met hun punt hier. Dat Westerlo had ook een paar zeer goede kansen, zoals ons, ook in de tweede helft. Maar we scoren moeilijk. Of het is niet gemakkelijk voor ons. Dus één punt vandaag, denk ik, ja. Ik kan niet kwaad zijn of te tevreden zijn. Dat is een goed resultaat voor ons. Hier, dat was zeer moeilijk. De manier waarop dat we eigenlijk het doelpunt weggeven is zeer frustrerend, ook als coach. Vorige week hebben we dat ook te veel gehad. Soms moet je dit soort wedstrijden gewoon ook kunnen sluiten en de duels winnen en kunnen omschakelen en de 2-0 maken. En dan is natuurlijk de 1-1 zeer bitter. En dan krijg je eigenlijk ook een mokerslag. En daar hebben we toch wel wat tijd voor nodig gehad. Dus ik vind dat we 2 punten hebben laten liggen. En met die 2 punten erbij waren we ook van die laatste plaats af. En waren we toch over 2-3 ploegen geschoten. Dus op dat vlak is dat dan het goocheling. Andere positieve is natuurlijk wel dat die groep zeer goed gereageerd heeft. Zeer hard gewerkt heeft. Goed organisatie, ook stilstaande fases, zeer correct. Altijd goed in die duels. Jammer dat ze geen beloning hebben gekregen. Ik denk dat die 3 punten groot nodig waren. En ik denk dat we ze in onze handen hebben. En het is jammer dat we nu het gevoel aan hebben dat we 2 punten verloren. Je zegt eigenlijk wel veel voetbal op het veld, hè? Ja, ik denk dat het op die manier verder moet. Ik denk iedereen moet vechten voor elkaar, voor iedere bal. En dat hebben we vandaag gedaan. Maar jammer dat die 3 punten er niet zijn gekomen. Arm, dit is jullie 7e match op rij zonder overwinning. Je weet dat er dan over de positie van jou gaat gesproken worden. Hoe ga je daarmee om? Ik kan er één op zeggen dat we hebben het misschien 7 keer niet gewonnen, maar ook veel keer niet verloren. En we hebben deze wedstrijd gezien, hebben we vorige week gezien. Dus ik denk dat je een groep zag dat voetbalde, dat gestreden heeft. En vandaag en vorige week verdienen wij eigenlijk erin wat meer. Dus het zijn meestal de journalisten zoals jou die zo'n belachelijke vragen stellen. En daarom krijg je dat antwoord een beetje cru terug.
Want je hebt eigenlijk op dat vlak totaal geen verstand voor voetbal. Dan kun je beter normaal vragen stellen. Want dit slaat gewoon nergens op. Mogen we hiermee afsluiten of moet er nog een slotvraag gesteld worden? Je voelt alleen buiten de club dat er onrust is en niet binnen de club? Ik heb jouw vraag beantwoord. Ik heb voor jou verder geen vragen. Je gaat maar terug naar school. Je gaat terug eens wat vragen leren stellen en dan kunnen we terug gaan praten. Dank u wel. Graag gedaan. Volgende week geen match, dus eigenlijk een moment om een beetje tot rust te komen dan. Ja, goed uitrusten en werken aan de mindere punten. Ook werken aan de goede punten om die nog beter te maken. Om er dan te staan, volgende wedstrijd. Over 2 weken naar Standaard, eigenlijk ook een gebeten ploeg, dan zijn daar misschien wel 3 punten te halen. Hè? Ja, dan moet je gewoon verder blijven werken, lekker bezig zijn. En dan zullen we wel zien wat we daar kunnen rapen.